Nee, Ger riep... Oh god, wat is dat, een hond? Weet ik niet. Dat was een hond. Ik zie hem niet. Oh, dat is de hond van Lidie. De hond van Lidie. Ja. Van Tjebbe. Wat? Even kijken. Tjebbe misschien. Ik dacht dat het Oh, ja, daar liep hij. Nee, het is van Lidie. Tjebbe heet die hond. Lidie? Ja, Lidie is daar in de... Waar is ze vandaan opgehaald? Naar huis. Zakken vol, zie je het? Hé? Met zakken vol. Ja, wat zou daarin allemaal in zitten? Doe je de achterdeur open, Ger, want daar is Lidie. En ik weet niet of die open is. Of moet ik het doen? Maar dan ben ik er niet zo gauw. Want ik heb zere benen. Ja, ja. Nee. Nee, wacht, nee, want het gaat toch goed. Nee, niet doen. Of ik er naartoe kan lopen. Nee, hoop. Lance, staat ze daar maar voor die af. Nee, ze komt al binnen. Want anders had Ger dat geregeld. Maar je bent er ook nog niet. Oh. Je moet er ook nog heen lopen. Nou ja, ze komt niet verder. Nou, is ze met de hond misschien al even bezig? Hoor maar. Hey, Tjebbe. Daar weer, hè? Dat is ook een vaas met bloemen. Zet hem maar iets terug, zo naar de verwarming. Oh ja, ja. Oh, daarop, dat kan ook, ja. Zo. Heel Hallo. Goed voor jou, ma. Hallo, ben je het huis geweest? Ik zwaar beladen. Ja, ik ben erg ziek. Oh, hebben jullie daar ziek? Ik dacht dat je aan het werk was geweest, maar je hebt schot voor. He? Ik dacht dat je aan het werk was geweest. Ja, pas ik op. Oh. Ik heb een appel afgeschild. Oké. Heel goed, heel goed. Een schort van Ger. Oh. Of van Ger? Heb ik die van Ger? Nee. Ja. Ja. Of van jou? Nee, van Ger. Van Ger. Oh. Wat heb je daar weer een mooie aparte bloem, moeder. Hè? Dat is mooi, hè? Die is een nieuwe. Geweldig. En dan staat er daarin op de kop. Ik was hem al ergens tegengekomen. En dan staat er daar... Op de vaas een paar. Ja, maar die had ik toch al gezien? Dat kan, dat weet ik niet. Die zijn ook erg mooi, zondag. Had ik ze toen al? Ja. Oh. Maar die niet, hè? Die had je nog niet. Nee, die had... Bart, wanneer had je die dan? Net meegenomen. Oh. Deze? En deze. Nee, die. Op oh, die daar. Maar die niet, die heb je al eerder. Deze heb ik net en die andere had ik de week ervoor.